mensen waren toegestroomd naar de straten en wegen waarover prinses Beatrix en prins Klaus zich zouden begeven op een werkbezoek aan Zuidoost-Brabant. Voor velen hier in Bladel was dit dan ook een unieke gelegenheid. Voor vele oudjes kwam het goed uit dat de prinses en de prins een bezoek aan het bejaardenhuis zouden brengen. En allemaal hadden ze een leuk plaatsje gevonden, zodat ze alles goed en van dichtbij konden zien. Het prinselijk echtpaar, vergezeld door de commissaris der koningin, meester Van der Harten, werd bij huize Kempeland welkom geheten door burgemeester Breveld. En dat de prinses en de prins op deze 22 augustus 1978 een bezoek aan het bejaardenhuis brachten, had een heel bijzondere reden. Hier werd namelijk de 100ste geboortedag van mevrouw Geerts van Rooy gevierd. Het werd een erg ongedwongen ontmoeting, waarbij Marie Geerts toch wel bleek te beseffen wie er voor haar stond. Erg lang hield ze de hand van de prinses vast en ze was zichtbaar vereerd met dit hoge bezoek. Bij het afscheid kreeg de jarige mevrouw Geerts van de prinses bloemen aangeboden en werd het lang zal ze leven gezongen. Buiten stonden nog steeds vele mensen te wachten en na nog enkele bemoedigende woorden tegen een paar oudjes ging de reis weer verder. Nu naar restaurant de Hofstee. Kinderen van de vier kleuterscholen uit Bladel met luidritselende vlaggetjes vormden een erehaak bij aankomst van het prinselijke echtpaar en burgemeester Breveld. En van enkele kinderen kreeg de kroonprinses het boek Ten Eigene Zaligheid aangeboden. Nadat iedereen aan elkaar was voorgesteld, stond er een optreden van de volksdans- en muziekgroep Het Allegaartje op het programma. Thank you.
dat ook de koninklijke gasten zeer geïnteresseerd waren in het optreden van het allegaartje, bleek wel na afloop. Want ze lieten zich uitvoerig door de leden van de groep voorlichten over onder andere de oude Kempische klederdracht die ze dragen, de soort muziek die ze... Dat niet iedereen van dichtbij het grote feest mee kon maken, kunnen we hier zien. Want de leden van de Rijkspolitie van de groep Bladen moesten zorgen voor de bewaking van restaurant de Hofstee en de dienstauto's en hadden verder de verantwoording voor de veiligheid van het prinselijk echtpaar en hun gevolg. Namens de familie De Goede van restaurant de Hofstee kreeg prinses Beatrix een ets aangeboden, voorstellende een Kempisch konijntje. En zo te zien viel dit geschenk bijzonder in de smaak. In zijn toespraak tijdens de lunch zei burgemeester Breeveld het een grote eer te vinden